Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Het is eigenlijk heel simpel een onderzoek. We gaan kijken, is het ritme regelmatig of onregelmatig? Hoe hoger de leeftijd, hoe meer kans op voorkamerfibrillatie. Dat is de hartritmestoornis die het meest voorkomt waarbij het hart op hol slaat. Een juiste behandeling kan erger voorkomen. Voorkamerfibrillatie is een ritmestoornis die een aantal problemen kan geven op de lange termijn. Een van de problemen is dus een hersentrombose, een attack zoals de mensen zeggen in de volksmond. Nu, als we die ritmestoornis vaststellen en behandelen, dan kunnen we de complicaties van deze ritmestoornis proberen voorkomen. En daarom denken we dat het zeer zinvol is om te screenen. Tijdens de screening wordt het hartritme geregistreerd met een hartritmemonitor. Op enkele seconden is de klus geklaard. We stellen niet direct een diagnose of een therapie. We stellen gewoon vast of het hartritme regelmatig is. En dan zijn we vrij gerust. Of dat het hartritme onregelmatig is. En dan raden wij aan om via de huisarts verdere investigaties te laten verrichten. Ik zal nu weten of ik in orde ben of niet met mijn hart. Dus ik vind het wel oké dat ze dat doen. En ik ben goed gescreend, dus ik ben blij. Wat was het resultaat? De laatste keer was het gewoon, maar is er een kleine onregelmatigheid vastgesteld. Dus ik zou nog maar naar huisarts moeten gaan. Gaat u dat ook doen? Ja, natuurlijk. Maakt u zich zorgen? Nee. Het was maar een kleine afwijking. Alleen een kleine onregelmatigheid. Naast het Middelheim ziekenhuis nemen nog 14 andere ziekenhuizen in de provincie Antwerpen deel aan de week van het hartritme.